Ankie Hesseling woont in het Rotterdamse Lageland, een wijk met veel ouderen. Ze is hartpatiënt en afhankelijk van zorg. Ze had dringend behoefte aan een scootmobiel, maar wist niet de juiste weg. Totdat ze bij buurtondersteuner Jan Keizer belandde. Die meneer die heeft mij dus geholpen. Ik ben daar naartoe gegaan. Hij heeft mijn brief voor me opgesteld van wat ik moest doen. En die heeft dus gezorgd dat ik dus nu een scootmobiel heb. Waar ik heel blij mee ben, want nou kom ik wel buiten. Ankie is nu een stuk mobieler, maar ze is wel vervoer op maat kwijtgeraakt. Een probleem, want de metro komt niet overal. En ze vindt 's avonds reizen eng. Het was de keuze tussen een scootmobiel of vervoer op maat. En dat is een nieuwe regeling in verband met het bezuinigen. Dat zijn bezuinigingen waar je toch weer op een bepaalde manier in je isolement komt. Ik vind persoonlijk zelf dat die groep eigenlijk qua bezuinigingen buiten schot had moeten blijven. Maar daar hebben wij helaas geen invloed op. En dat is heel frank voor de bewoners. En voordat wij als buurtondersteuner het voor elkaar hebben om mensen daadwerkelijk te helpen, ja, daar zullen wij dus inderdaad meer inspanning voor moeten gaan leveren. Jan is de eerste, maar blijft niet de enige buurtondersteuner in Rotterdam-Oost. Binnenkort zijn er 6. Vrijwilligers die stuk voor stuk worden getest voordat ze aan de slag mogen. Voor Jan, zelf afgekeurd schilder, een uitkomst. Het 's avonds thuiskomen en het gevoel hebben dat je weer iets gedaan hebt voor een ander. En dat is denk ik wel het goede gevoel wat ik hier aan overhoud.